een genot, een bezigheid. Ik had het nodig, anders kon ik niet leven. Als ik het niet had, kon ik niet slapen, kon ik niet eten, ik kon helemaal niks. Verslaafd aan softdrugs en verder gebruikte ze, zoals ze zelf zegt, alles wat God verboden heeft. 7 jaar lang kon de Haagse Samantha de Bruin niet van de wiet afblijven. Maar nu is ze er vanaf, door intensieve hulp in een beschermde omgeving. Het begin heel moeilijk, maar later toen ik mijn weg vond op het programma, ging het heel goed. Deed ik heel goed mijn best en heb ik er heel veel van geleerd. Door bezuinigingen gaat die intensieve zorg nu veranderen. Verslaafden krijgen nu nog gemiddeld 1 jaar de tijd om van hun probleem af te komen. Dat wordt vanaf 2015 een half jaar. De rest van de behandeling moet thuis gebeuren. En dus sluiten afkickcentra van Parnassia, zoals de Emeliehoeve in Den Haag, de deuren. Volgens Belangenvereniging Vrienden van Drukvrije Programma's in Den Haag een onwenselijk scenario. De groep mensen die hier zit zijn mensen die zwaar verslaafd geweest zijn, langdurig verslaafd geweest zijn. En wij zijn van mening dat mensen die zo'n gewoonte in hun leven ingebouwd hebben, dat zal niet werken. Toch moet het met minder geld en dus met minder gebouwen en meer thuishulp. Ja, dat zou kunnen werken als je een huis hebt, maar niet als je geen huis hebt. Ik was een zwangere vrouw, ik liep op straat, ik had geen eigen huis, ik had geen structuur, ik had helemaal niks. En dus zeggen tegenstanders van de bezuinigingen, zorg is en blijft maatwerk. Iets waar Samantha baat bij heeft gehad. Ik voel me goed, ik ben bezig met mijn dingen in orde. Het gaat goed.